Wist je dat je de hulpdiensten in België ook via een app kan bereiken? Dit heeft serieuze voordelen. Je maakt een keuze uit de beschikbare hulpdiensten en krijgt snel gerichte hulp. Met één druk op de knop beschikt de hulpdienst over je GPS-locatie, je naam en adres en als je deze hebt ingevuld, je medische gegevens. En dat is een enorme troef. Een ongeluk komt meestal onverwacht en kan verschillende vormen aannemen. Beeld je maar eens in dat je je in één van deze situaties bevindt. Je bent een ervaren mountainbiker, op je eentje bezig aan een avontuurlijke fietstocht in de Ardennen. Maar je valt en breekt je been. Je hebt geen idee waar je bent. Via de 112BE-app licht je de hulpdiensten in met één druk op de knop. Zij kennen je identiteit en locatie en komen gericht ter plaatse met een ziekenwagen of helikopter. Met een gewone telefonische oproep heb je dit voordeel niet. Daarnaast kunnen ze via je smartphone een alarmfunctie activeren, zodat je sneller vindbaar bent. Zo word je veilig naar het ziekenhuis afgevoerd waar je verder verzorgd zal worden. Of stel, een andere noodsituatie. Je bent gewoon thuis, maar je bent een rolstoelgebruiker en er ontstaat brand in je keuken. Alle uitwegen zijn geblokkeerd. Je opent de 112BE-app en drukt op het icoontje om de brandweer te bellen. Zij kennen je identiteit en locatie, maar eventueel ook medische gegevens die je hebt ingevuld en kunnen snel en gericht hulp bieden. Je wordt tijdig bevrijd en de brandweer gaat razendsnel aan de slag om de brand te blussen. Nog één voorbeeldje. Je bent een jonge dame, alleen op straat. Plots merk je dat je achtervolgd wordt. Je voelt je bedreigd. Indien je de politie belt via de 112BE-app, wordt naast je identiteit ook elke 30 seconden je locatie met hen gedeeld. Zo weet men perfect waar je bent en kunnen ze jou uit deze benarde situatie bevrijden. En zo zijn er nog oneindig veel noodsituaties, maar slechts één app die je de nodige hulp kan bieden. In een notendop? De 112BE-app biedt je snelle toegang tot de hulpdienst die jij nodig hebt en stuurt naast je exacte locatie ook jouw contactgegevens door en indien je deze hebt ingevuld, ook extra medische info, zoals allergieën of lichamelijke conditie. De app heeft nog extra functies, zoals een chatfunctie, zodat je berichtjes kan sturen wanneer je niet kan spreken of horen. Daarnaast kunnen de hulpdiensten een alarm inschakelen op je smartphone wanneer je bijvoorbeeld bewusteloos valt en ze je niet kunnen vinden. Boven alles is deze app volledig gratis, net zoals de noodnummers. Je installeert hem dus best onmiddellijk, just in case. Wil jij de 112BE-app installeren? Je vindt hem in de App Store of Play Store onder de naam 112BE. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, dien je enkel nog te registreren door je gegevens en eventueel medische info in te voeren. Klaar voor gebruik. De 112BE-app. De app die levens redt. Een initiatief van de federale overheid in samenwerking met Telenet Business.